en die Semelier. Een tijd geleden is het officieel gemaakt dat jij het gaat opnemen tegen Dejani. Bestaat die volgende maand. Hoe voel je? Ik voel me goed, man. Het is een mooie naam. Kregen we door. Was gelijk hyped. Gelijk elkaar trainen. Dus voorbereiding is goed begonnen, man. Ja, zeker een hele grote naam. Ik denk zo'n beetje ja, na Chico de beste partij die je zou kunnen krijgen. Je hebt natuurlijk je titel helaas verloren tegen hem in Parijs. Het is best een snelle turnaround voor jou. Heb je er zelf bewust voor gekozen? Ja zeker. Ik bedoel, je moet door, weet je. Het is net als je een motorongeluk hebt gehad. Als je daar niet op de motor stapt, krijg je daar angsten. En dit is gewoon, je moet door. Ik heb veel dingen uitgeleerd. Dus dat is het belangrijkste. En dat wil ik gelijk toepassen. Wat vind je van Tijani als tegenstander? Het is een goede vechter. Technisch goed, gebruik de afstand goed. Dat is het vooral, man. Mag hem, goede gozer. Maar kom van een loose, dus er is geen tijd om hem aardig te gaan vinden in de ring. Wordt waar. Ik zou moeten, want hij wil graag op zijn techniek en afstand vechten. Dus ik zou moeten drukken. Ik zou agressief moeten zijn. Type die ik ook wil zijn. Dus dat komt allemaal, valt dat mooi bij elkaar, man. Ja, ik wilde dus net zeggen, je gaat dus niet je strategie veranderen. Want je had 2 wedstrijden geleden ook gezegd, ik ga nu gewoon agressiever zijn. En dat is echt de gameplan die je gaat aanhouden tegen Dejani. Die gaat zeker bij zijn. En je kon ook zien, eerste ronde begon ik gewoon rustig quasi, gewoon kijken. De ronde was ook voor mij. Dus dat zou er altijd in blijven. Ik ga nooit dom doen, ik ga nooit rare dingen doen. Dus nu ook, nu wordt het ook tactisch kijken, mijn dingetje doen. En, maar zeker op Blue naar die KO ook. Die moet gewoon blijven. Dat moet gewoon inblijven. Als je dat niet hebt, dan zeg je eigenlijk dat je elke partij wel een beetje wil, op een makkelijke manier wil winnen. En dat is niet hoe ik in elkaar zit. Ik wil altijd beter worden. Dus ook gewoon die KO erin houden, man. Zeker. Ja. Was Dejani de eerste naam die je kreeg? Is dat de eerste naam die je kreeg toen je zei van hey, ik ben ready om te gaan vechten? Ja, dat was zeker de eerste naam die ik kreeg. Gelijk wat ik al vaak zeg, ik accepteer altijd iedereen. Maakt mij niet uit wie je komt. En dit was eerst een naam en we hadden gelijk zin in, joh. Ja, zeker. Het is een hele grote naam. Ik weet natuurlijk, jij wil heel graag de rematch hebben tegen Chico. Want je hebt niet het gevoel dat je... Ja, je hebt verloren, maar je hebt het gevoel dat je jezelf sowieso beter kan laten zien. Dus had je eigenlijk liever de rematch gelijk gehad? Of is dit ook gewoon een goede stap? Die rematch had ik ook gehad, maar hun reageerden al niet echt erop. Dus daardoor wisten we al van die rematch gaat niet gelijk komen. Hij zegt dat in een interview dat hij me met zijn teep raakt. Iedereen weet dat dat gewoon onderarm is, dat het niet mag. Maar goed, ze ontkennen. Dat is hun ding. Laat hem maar lekker wegrennen. Of hij nou straks de belt verliest of nog heeft. Die rematch gaat toch komen. Want ik ga gewoon zorgen dat ik het verdien. Dat ik weer daar kom. Dat ze er niet onderuit kunnen. En dan zou ik hem verslaan. We hebben allemaal gezien, eerste ronde dat ik beter was. Ik deed nog ook rustig aan. Tweede ronde was ik van plan om tempo omhoog te schroeven. Derde nog meer, vierde nog meer. En hij raakt me met zo'n geluktreffen te veel last van. Niet bovenop gekomen. Heeft hij daar nog goed uitgevochten. Goed gedaan. Maar we weten allemaal dat ik beter ben en dat ik van hem zou winnen. Dus die wedstrijd komt zeker. Ja, Tijani, Chico was een langere tegenstander dan jij. Tijani gaat dat ook zijn. Hoe zou je die twee kunnen vergelijken, zeg maar, als je kijkt naar hun skills? Qua skills vind ik Tijani veel beter. Chico is heel onverwachts, gooit van alles. Dus qua skills vind ik Tijani veel beter. In mijn ogen is het daardoor ook wat beter te bevechten. Los van dat je nogmaals in de eerste ronde bij Chico zag dat ik het gewoon wel wist hoe ik ermee om moest gaan. Denk ik dat het nu zelfs nog iets meer techniek bij komt spelen, waardoor het spelletje meer overzichtelijk is. En waardoor ik dus meer mijn kwaliteit kan laten zien. Ja. Eigenlijk is Tijani een beetje tegenovergestelde van Chico, want Tijani is super technisch. Chico ook maar op zijn eigen hele onorthodoxe manier. Precies. En ik kan ook heel technisch zijn. Dus daardoor denk ik dat het een hele mooie schaakspel wordt. En wat ik heb gezegd, die KO kan altijd vallen. En we trainen nog steeds op de KO power erbij. Dus het wordt gewoon een tactisch spelletje met alle gevaren van doemen. Ja. Ook al is er een titelgevecht op jullie kaart, staan jullie nog steeds als de main event. Wat zegt dat over jullie naam en over jullie prowess, om het zo maar te zeggen? Ik denk dat iedereen deze partij wil zien. Als je deze partij niet wil zien, dan ben je of een quasi-fan of geen kickboxliefhebber. Want deze partij, ja, wat ik zeg, we zijn technisch heel goed. Wordt een heel mooie kickboxpartij die gewoon iedereen wil zien. En daardoor denk ik dat hij ook boven de titelpartij staat. Want
ja, deze partij. Ik hoor ook alleen maar mensen positief van beide kanten. Ook van zijn fans naar mij. Dat het een mooie wedstrijd wordt. Of andersom, dat zijn fans mij berichten van hey, dit gevecht wordt gek. Dus dat zegt gewoon hoe hype deze partij is. Nou, ik denk dat zelfs de Chico-fans dit echt een hele goede partij vinden. Want, jullie zijn main event. Betekent dit dat dit 5 rondes gaat zijn of is het nog steeds 3 rondes? Dat is een goede vraag. Volgens mij gewoon 3 rondes, want het is geen titelpartij. Maar ja. Ik zou dit gewoon 5 rondes willen zien, man. Het is niet aan mij. Volgens mij is het 3. Ik vind alles prima. Ik bedoel, we trainen keihard. Ik weet dat hij dat ook doet. Dus ja, maakt niet uit hoeveel rondes. Man. Ja. Jij bent natuurlijk niet per se de man van de predictions, maar toch moet ik het even vragen. Wat verwacht jij van deze partij? Ik zeg je eerlijk, van ook die dingen die ik geleerd heb, hoe ik erin sta, hoe ik me voel, hoe we ervoor werken, ga ik deze partij winnen. Ik denk dat ik hem weer aan punten, man. Ik heb een beetje gevoel aan jou dat jij anders bent, echt na die partij tegen Chico. Je zit er nu anders in, hè? Ik wil niet per se anders, maar er zijn bepaalde dingen wat ook mij druk gaf, wat er ook natuurlijk af is. 5 jaar of zo niet verloren, dat soort dingen, dat zijn gewoon... is lekker natuurlijk. Ook gewoon mijn hele carrière hierheen. Bijna niet verloren. Dit pas maar mijn 2e down, weet je. Het is mooi, maar nu is het eigenlijk een beetje jammer. Want je met onervaren heb ik die down gekregen. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Dat zijn dingen die moest je eigenlijk eerder al meemaken. En daardoor is het bijna jammer dat je zo'n mooie carrière achter je rug hebt. Maar wat ik zeg, bepaalde dingen zijn druk, zijn eraf. Ik voel me goed, ik heb zin in. Nu ga je weer meer genieten van die winst die eraan gaan komen. Ja. Dus ik ga echt genieten. Ik ga deze pot winnen. En dan ga ik hunten op Waas. Dat is suffering from success eigenlijk. Yes. Ik wil je bedanken voor je tijd, man. Als je nog wat toe te voegen hebt, hoor ik het graag. Als niet, dan sluiten we het zo af, man. Toevoegen. Je kan blijven rennen. Maakt niet uit op welke wegen we gaan er komen. Die rematch gaat komen. En je zult zien wie er beter is. Hoe is. Ik kijk uit naar beide partijen. Ik wil je bedanken voor je tijd nogmaals. En ik zie je graag weer. Thanks.